Ondanks dat YouTube, Instagram en TikTok volstaan met de meest handige lifehack video's, hebben wij de afgelopen tijd bewezen dat heel veel van deze video's nep zijn. Bereid je voor, want ik heb vandaag weer 8 verdachte lifehacks uitgekozen die wij gaan testen. Welke lifehacks zijn er echt en welke zijn er fake? Kan het nog dommer en nepper dan dit? Oké, ik hoop dat je weer klaar zit om 10 punten te scoren tijdens het kijken van deze video. Bij elke lifehack die we gaan testen moet jij ook bedenken, is deze echt of is die toch nep? Heb je het goed voorspeld, dan verdien je een punt. Maar je krijgt van mij het eerste punt cadeau als je nu deze video een duimpje omhoog geeft. Dus druk eventjes op het duimpje hieronder en maak hem blauw. En het tweede punt krijg je van mij als je bent geabonneerd op mijn kanaal. Dus check eventjes of je al bij de familie hoort, de leukste kijkersgroep van heel YouTube. Ik heb hier zo ontzettend veel zin in. Ik kan echt niet wachten tot jullie deze belachelijke lifehack zien. Dus laten we heel snel beginnen. We hebben een stapel kleding. En ja, dan is je shirt al snel gekreukt. Dus ja, moet je nu gaan strijken? Natuurlijk niet. Er is hier een lifehack voor. We hangen het shirt op. Spuiten hem nat met een plantenspuit. En we zetten er een ventilator op. Oh, wat is dit belachelijk. We laten het drogen en op wonderbaarlijke wijze is het shirt ineens, zonder te strijken, kreukelvrij. Ik denk dus dat deze en alle andere lifehacks die ik uit heb gekozen nep zijn. Maar we kunnen dat natuurlijk maar op één manier met zekerheid zeggen. Laten we het gaan testen. Het was gelukkig niet heel erg moeilijk om een gekreukt t-shirt te vinden. Ik heb namelijk echt een hekel aan strijken. Dus deze lifehack zou echt een geweldige oplossing zijn. Zoals je kunt zien is dit shirt in ieder geval aan alle kanten gekreukeld. Ik heb hier een spuitbus met water. Dus laten we hem gewoon maar nat spuiten. Van boven naar onder. En de achterkant ook natuurlijk. Ik heb hier een ventilator, dus laten we hem gewoon maar aanzetten. Ik zet hem op de maximale snelheid. Tot nu toe gaat het nog allemaal volgens plan. Zelfs het shirt is een beetje aan het draaien, precies zoals in de lifehack video. Maar voor het resultaat zullen we eventjes moeten wachten. Dus dat ga je zien aan het einde van deze video. We snijden een reep chocola. Maiskorrels, chocola erbij, olie, wat gaat dit snel? We roeren het, we warmen het op, het wordt popcorn en tada! Je hebt op magische wijze chocoladepopcorn. Zoveel informatie in zo'n korte tijd, daardoor denk je misschien, oh, dit moet werken. Je hebt gewoon geen tijd om na te denken. Ik denk dat alles gaat verbranden. Tijd voor de test. In de video doen ze alles tegelijkertijd in de pan. Dus we nemen eerst wat mais. Dan gaat de chocola erbij. En tot slot wat olie. De kookplaat staat ook aan. Ik pak alvast een deksel. We laten eerst de chocolade smelten en vervolgens gaat het deksel op de pan. Oeh? Oh nee, gaat toch niet al? Oh, ik ben nu al bang. De chocolade is goed gesmolten, dus ik doe het deksel erop. En ik zoek dekking. Oh jee, het gaat nu heel snel. Er komt heel veel rook vanaf. Oh nee, oh, dit is niet goed toch? Moet je kijken hoeveel rook! Oeh. Oh, zou dit horen? Zou dit goed... Oh, het gaat al! Ik zet er wel iets... Oh, het ruikt helemaal naar vuur hier. Oh, daar gaat het. Ja, het is nu wel echt heel erg aan het poppen allemaal. Dit kan toch niet goed zijn? Ja, ik zet het uit. Het is goed. Ik durf het bijna niet meer open te maken, maar we doen het. Wat is dit? Oh, die lucht. Oh, dit is echt niet goed. Het ruikt hier echt naar verbrande chemische troep. Ik denk wel dat we kunnen concluderen dat dit echt voor geen meter werkt. Het is allemaal verbrand. Mijn pan zit vast aan dit ding. Waarom moest ik dit dan ook weer testen? Conclusie is in ieder geval... Het werkt niet. Deze lifehack is meer dan ontmaskerd. Oh, leuk. De vieze schoenen lifehack. Ja, die heb ik er weer in gedaan. Net als de vorige keer. Je hebt dus vieze schoenen, maar hoe gaan we hem deze keer schoonmaken? Natuurlijk met een tandenborstel en tandpasta. Nou, je boent gewoon de schoenen een beetje schoon. En op magische wijze, zonder een doekje, zonder water, zonder wat dan ook... Ze zijn ineens weer helemaal schoon. De schoen is alleen nu nog schoon, dus laten we even doen alsof ik buiten een ongelukje heb gehad. Het kan zomaar gebeuren hè, dat je ineens in de pindakaas staat. Zo. Hier nog wat. Die zit behoorlijk onder en nu gaan we het verwijderen met tandpasta en een tandenborstel. En ik moet er wel even bij zeggen dat ik een elektrische tandenborstel heb. Maar daardoor zou het eigenlijk alleen nog maar beter schoon moeten worden natuurlijk. We gebruiken flink wat tandpasta. Dit slaat helemaal nergens op, maar daar gaan we. Oh. Alles spettert in het rond. Gadver, wat... Oh nee, alles komt onder de pindakaas en de tandpasta. Als je goed kijkt, zie je dat mijn schoen alleen maar viezer wordt. Want eerst zat het alleen aan de voorkant, maar nu zitten de spetters over heel mijn schoen. In de lifehack video gebruiken ze verder geen water, geen doekje. Het zou nu gewoon op magische wijze schoon moeten zijn. En nou ja, je ziet het. Ik kan zo weer naar buiten hiermee. Ik hoop dat jij het antwoord ook goed hebt, want deze lifehack is super fake. We nemen toiletpapier. Nou, dat hebben we in huis, dat is mooi. Wat doen we ermee? We maken er een propje mee en weer tandpasta. Maar nu gebruiken we het om er kauwgom van te maken. Kan het nog dommer en nepper dan dit? Als dit lekker is en als dit werkt, dan eet ik de hele playroll op. Ik heb hier echt totaal geen zin in. Maar goed, we nemen in ieder geval een velletje toiletpapier en we draaien er een prachtige kauwgombal van. En voor de smaak voegen we dus wat tandpasta toe. Zo. Nou ja, eet smakelijk zou ik zeggen. Het is echt keihard. Dit is zo goor. Wacht even. Oh, dit was echt heel erg goor. Ik heb slecht nieuws voor iedereen die dacht dat dit een goed alternatief was voor kauwgom. Helaas, we hebben deze lifehack ook weer ontmaskerd. Bij de volgende lifehack heb ik mijn twijfels. Misschien werkt die, misschien niet. Maar ik wil het super graag testen. Laten we hem kijken, dan begrijp je wel waarom. We hebben een afstandsbediening, maar je batterij is op. En je hebt alleen nog maar een kleine AAA-batterij, terwijl je een grotere nodig hebt. Wat doe je dan? Je neemt aluminiumfolie, je maakt er een propje van. En de kleine batterij past in het grote batterijvak. Aluminiumfolie zou dus eigenlijk kleine batterijen groot kunnen maken. Klinkt heel onlogisch. Ik neig toch echt naar dat het niet werkt, maar we gaan nu kijken of het waar is of niet. Oké, ik heb hier de afstandsbediening van mijn televisie en die werkt momenteel nog prima, kijkbaar. De batterijen doen het nog en ik kan gewoon navigeren door de televisie. Deze kleine AAA-batterij past dus niet, dus we gaan wat aluminiumfolie erbij halen. Ik heb alleen geen idee hoeveel ik nodig heb, dus ja, ik maak gewoon maar een propje. Oh, dit is wel denk ik een te groot propje. Poging 2. Misschien meer dit formaat. Ik plaats de folie op het veertje en daar gaat dus de batterij op. Ik denk dat hij op deze manier zit. En wacht, doet hij het nou al? Hij doet het al! Huh? Het werkt echt! Ik maak geen grap, de batterij zit echt hier met aluminiumfolie erin. En nou, je ziet al de aanwijzer dat hij het gewoon daadwerkelijk doet. Huh? Oké, dit had ik even niet verwacht. Ik kan niet anders zeggen dat deze lifehack dus waar is. En dat betekent dat ik helaas geen punt heb verdiend. Maar ik ga deze tip wel onthouden. Kijk, we beginnen dus met het snijden van de zoete aardappel. En dat doen we in dunne plakjes. Nou, die zijn in ieder geval goed gelukt. Tot zover werkt het. Maar nu gaan we ze in de broodrooster doen. Ik heb ook geen idee hoe lang dit er nu in moet. Woehoe! Ik schrok me dood. Oké, maar ze zijn klaar volgens mij. Wat mij direct opvalt is dat er spikkeltjes op zitten. En dat zag ik ook in de lifehack video. Dus ik denk, ze roken ook helemaal. Ik denk dat ze op de goede temperatuur zijn. En dit zou dan lekker moeten zijn. Nou, eet smakelijk. Oh. Dit is gewoon rauw. Ja, lekker. Net als in die video. Heel lekker. Dit is geen goed alternatief voor chips op deze manier. Je kunt ze dan veel beter in de oven doen bijvoorbeeld. En dat gaat denk ik ook veel sneller dan een broodrooster. Dus deze lifehack is ook ontmaskerd. De lifehack die nu komt is zo ontzettend dom. Ik kan echt niet wachten om jullie deze te laten zien. Dus laten we hem heel snel kijken. Het slaat nergens op, kijk mee. Oké, we zitten op de bank met een witte boterham en de jam valt er tussenuit op je witte shirt. Je gaat er natuurlijk nog even doorheen wrijven met je hand, want dat helpt. Maar je loopt door het huis en komt daar plotseling je huisgenoot tegen die haar benen aan het scheren is. Natuurlijk, je pakt de scheerschuim af, je spuit het op je jamvlek en je wacht 5 minuutjes. Je spoelt het een beetje af en je wrijft er nog een beetje door. En op magische wijze is je vlek ineens weg. Wauw. Wat een onzin. Ik heb hier een stralend wit t-shirt. En nou ja, hier gaan we de jam opmorsen. 3, 2, 1. Dat is een flinke klodder. Maar geen paniek, want wij hebben scheerschuim. Nou ja, in de video spuiten ze het er gewoon op. Hier nog een klein beetje. En nu is het een kwestie van 5 minuten wachten. Wat denk jij, Paco? Gaat dit werken of niet? Wat zei je? Nee hè? Dat denk ik ook niet. De 5 minuten zijn voorbij, dus laten we het gaan afspoelen. Nou, ik ben zo benieuwd. Moet je eens kijken wat er onder het scheerschuim vandaan komt. Nog even uitwringen. Ik hoop dat je klaar zit voor het resultaat, want je gelooft echt je ogen niet. De vlek zit er letterlijk nog volledig in. Er is echt geen één vlekje weggegaan. Heel veel nepper dan deze lifehack kan het niet worden. En dit shirt kan ik nu dus weggooien. Dankjewel, lifehack. Tijd voor een momentje voor mezelf, een kommetje soep. En natuurlijk heb ik per ongeluk een vork gepakt. Hè? En wat eet dat dan toch weer lastig, hè? Soep met een vork. Maar wat kunnen we daar nou aan doen? Zullen we een lepel pakken? Nee, natuurlijk niet. We pakken een papieren bekertje. We maken er eerst een onnodig knipseldingetje in om hem vervolgens helemaal rondom uit te knippen. We prikken de vork door het bekertje heen. En je hebt ineens, ja je gelooft het misschien niet, een lepel gemaakt. Die lekt. Kijk maar goed, hij lekt. Je ziet gewoon letterlijk in de video dat het niet werkt. De druppels stromen eronder vandaan. Dit is weer zo'n oplossing voor een probleem dat niet bestaat, want ze is op een plek waar een vork aanwezig is. Noem me 1 plek op aarde waar wel vorken zijn, maar geen lepels. Dat ligt in de bestekla. Daar staat hij dan, mijn heerlijke kom met soep. We hebben dus alleen 1 probleem. Ik heb per ongeluk een vork gepakt. Ja, ik zou natuurlijk nu de bestekla kunnen openen om vervolgens een lepel te pakken, maar dat zou natuurlijk veel te makkelijk zijn. We knippen dus eerst een soort van rechthoekje uit de beker. Daarna gaat hij helemaal rond. Mocht dit nu al iets te snel voor je gaan, kijk dan nog eventjes goed bij welke stap we zijn gebleven. Zo moet het er nu ongeveer uitzien. Hij moet hier aan de onderkant er gewoon doorheen. Oh, dat gaat echt bijna niet. Oh, hier is echt niet doorheen te prikken. Ja. Het is gelukt. We gaan hem gewoon testen. Ik moet niet zo bevooroordeeld zijn. Ik ga er gewoon met een open mindset weer in. Ik ga hem gewoon testen als een echte lepel. Oké. Wacht eens eventjes. Hij lekt niet meer. Hoe kan dat? Je gaat me niet vertellen dat het werkt. Nee. Waarom werkt dit? Hij lekt gewoon echt niet meer. Hoe kan dit nou weer? Even eerlijk, ik denk echt dat de meesten van jullie ook hadden voorspeld dat het niet zou werken. Is dit de beste oplossing? Nee. Maar werkt de lifehack? Ik kan niet anders zeggen dat het wel werkt. Dus helaas, ik heb geen punt verdiend. En dan nu het moment waar we allemaal op hebben gewacht. Het gekreukte shirt. En waarschijnlijk zie je al dat de kreuken er zowel aan de voorkant als de achterkant, wow, hier nog veel meer, er nog helemaal in zitten. Oftewel, deze lifehack is ook fake. Al met al heb ik 8 punten gescoord. Maar ik ben heel erg benieuwd hoe jij het hebt gedaan. Dus laat nu in de reacties weten jouw uiteindelijke score. En ik ga natuurlijk zoveel mogelijk hartjes uitdelen aan degene die hun eindscore aan mij laten weten. Heb je nou zin om nog veel meer van dit soort lifehack video's te kijken? Check dan eventjes het eindscherm hier en klik lekker door naar een andere video uit deze serie. En wil je op de hoogte gehouden worden van nieuwe video's? Dan kan dat gewoon. Druk even op de rode abonneerknop onder de video. Geef natuurlijk dat duimpje omhoog. En dan zie ik je gewoon volgende week donderdag weer om 4 uur in de middag met een hele nieuwe video. Maar tot die tijd, stay firmless. Doei doei!